vandaag best een gaaf bezoek. Want ik ga naar Elroy Mekel. En Elroy en ik, nou, we kenden elkaar al een heel tijdje. Ik zou niet weten precies hoe lang, maar ik denk al een jaar of 10 of zo. En 7 jaar geleden is hij voor zichzelf begonnen. Ja, dat is een heel goed bedrijf. Met personeel inmiddels en volop met vijverbouw bezig. Dus wordt vriend van de kooikeef, dus hoe mooi willen we het hebben. Hey Elroy, wat is eigenlijk jullie specialiteit in onze, zeg maar, in onze vijver kooiwereld? Het grootste wat wij doen, dat is het bouwen van vijvers. En dan, daarnaast doen we het ook onderhouden voor mensen. Maar het grootste gedeelte is het bouwen en het aanleggen van het filtersysteem en de vijvers op zich. En ook een klein beetje eromheen, als we de mogelijkheid hebben, zeg maar. Nou ja, dit is natuurlijk je eigen vijver. Dit is mijn eigen vijver. Want je bent natuurlijk zelf uiteindelijk ook hobbyist. Ja. En dat geldt voor jou natuurlijk ook, Arco. Ja. Dus het is uit de klauwen gelopen hobby, hè, uiteindelijk. Ja, en, maar ja. Er niet van kunnen maken. Precies, ja. Want hoe lang ben je nou voor jezelf, Elroy? Voor mezelf ben ik 7 jaar. April ben ik 7 jaar voor mezelf. Oké. En daarvoor is een bekend verhaal. Ja. Ik heb 10 jaar bij Wezijk gewerkt. Ja. Ik zal niet zeggen dat ik je eerste klant was, maar ik weet, maar het zal er niet veel om hangen. Nee, ik denk het niet, nee. Dat schiet me nou eigenlijk te binnen. Dat is het wel, ja. We kwamen natuurlijk nog de foto's tegen toen. Ja, dat was ook wel grappig. Dus dat, Goeie oude tijd, man. Goeie oude tijd. En vertel eens iets over deze schitterende vijver. Nou, deze is opgebouwd op de bonen. We zijn begonnen met sandwichpanelen, een vierkante bak. Maar ik wou graag een beetje natuurvorm, zoals jullie zien. Dus sandwichpanelen heb ik tot een meter. Die zijn een meter. En de vijver is totaal 1,80. Dus van een meter zijn we dan opgelopen naar 0 om die natuurvorm te krijgen. Totaal is hij dan 51 kuub geworden. Onder de vlonder staat dan het filter weggewerkt. We hebben een eilandje erin gemaakt. Ja, zo zijn we een beetje op creativiteit. Nou ja, en als je nagaat dat het nu winter is. Het is nu winter. Dat het er toch eigenlijk best gaaf uitziet. En dan moet je ook maar denken dat we dit stuk, zeg maar. Nou, misschien heb je het filmpje gezien op Facebook. Dat is van de zomer. Is dit stuk, zeg maar, tussen aanhalingstekens opgeleverd. Ja. Dus ja. Zo zijn we. Als we een keertje tijd hebben, zijn we hiermee bezig. Ja. Je zou bijna denken dat je hobby is, maar dat niet overdreven. Ja, dat moet je. Dus. Zo, de ketel die hangt boven het kampvuur. Waar ga je ons straks mee verrassen? Warme chocolademelk. Dus het is niet zoveel bijzonder, maar wel lekker, toch? Oh, leuk, man. Maar het is er wel de temperatuur voor, toch? Daarom, het is koud. Kijk, de warme chocolademelk. Lekker, nou ja, die hebben we net zien hangen, dus ja, dat komt helemaal goed. Ja, in feite staan we nu met het terras boven je filterhuis, hè? Ja. Het steekt een metertje over, ongeveer plus minus. Dus waar jij staat is precies boven het filter ongeveer. Ja. En ja, het is natuurlijk ook een showvijver om te laten zien wat er allemaal mogelijk is. Het is natuurlijk ook hobby, daar gaat het niet om. Maar het is wel, je hebt wel de ruimte hier. We hebben zeker de ruimte. Ik zou bijna aan iets leuks denken. Het is natuurlijk nog hartje winter, maar het toch. Het is nu koud en het is allemaal niet zo mooi. Dus ik nodig jullie heus wel uit, de kooikeef, om een keertje langs te komen in de zomer. En dan zorg ik voor een hapje en een drankje. Kijk, Arco, jij bent erbij, hè? Weten, trouwens, iedereen is erbij. Ja. Hey Elroy, we hebben net die vijven natuurlijk kunnen bewonderen. Laat dat filteren zien. Nou, dat is wel mooi weggewerkt, ja. Het is een beetje een klein deurtje. Maar ja, als je er eenmaal in staat, kun je er langs staan. Zo, dat ziet er wel indrukwekkend uit, man. Een beetje gras gezaaid, hè? En hoe zit dat in elkaar? Is dat de voorste bak is een trommel, denk ik? De trommel van de wazen. We bewegen het bed 3 keer.
En we hebben een hier ligt een titanium pomping, 50.000. En een 180 watt uur VLAN. Oké. En dan gaat het dan terug, alles 110. Op verschillende plaatsen, de vijver in. En ik heb ook meteen mijn regeningspomp. Ik haal het water van de vijver eigenlijk. Daar besproei ik mijn tuin mee. En dan wordt het weer bijgevuld via het bijvulsysteem. Nou, oh, mooi zeg. Met, dat is het, wat ik vervest, zeg maar. Ja, dit is nou niet het moment, want dat moet straks nog gebeuren. Okay. Maar dit is wel een moment. De shirtjes, vriend van de Koite. Nou moet ik zeggen, het is nog een beetje fris om ze te gaan dragen. Maar nou, je ziet het hier. Mekel, prachtig. Vriend van de Koite 2021. Alsjeblieft, ja bedankt. Arco, jij ook? Ja. Alsjeblieft. Ja. Ja, nou is het echt, hè? Prachtig toch? Hey. Top! Hey Elroy, daar ben je 7 jaar geleden begonnen. Wanneer ben jij bij de club? Ja, jij was er eigenlijk vanaf het begin bij, maar toen werkte je nog niet voor Elroy. Nee, toen werkte ik voor mezelf, toen huurde ik hem in. Ja. Sinds september ben ik dan echt volledig bij Elroy dienst. Maar ik zag nou ook net volgens mij 3 van die wagens op de oprit staan. Klopt. Maar dus jij gaat wel lekker, zo te zeggen. We gaan goed. En, ja, we zijn nog steeds aan het uitbreiden, dus ja. We zoeken ook nog personeel. Dus als er iemand is die heel erg handig is en okay. Die vuil is van het werk in de grond of in het water, kunnen ze altijd eens een keertje contact opnemen. Oké, okay, dus als, jij zoekt echt wel serieus iemand als vijverbouwer. Ja, vijverbouwer. Zou dat fulltime zijn? Of, ja, fulltime of 4 dagen in de week, dat kan natuurlijk ook. Okay. Dat kunnen we altijd even kijken. Maar ze moeten wel even aanpakken. Ja, 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 want anders dan... Je werken, ja, dan sta je niet stil. Nee, daar zijn we niet van. Nee, nou, duidelijk verhaal. Ja, inmiddels wereldberoemd. Het zogenaamde, nou, wereldberoemd in Nederland. Ik heb een keer een vijver in Indonesië gemaakt. Dus... Oh, echt? Ja, nou, wereldberoemd. Maar we gaan, je bent vriend van Koikeef geworden. Ja. Maar ja, dan ben je pas echt als die sticker geplakt is. En aangezien... Mekel vijverspecialist eigenlijk altijd onderweg is om vijvers te maken en vijvers te onderhouden. Ja, had hij het snode plan om hem dan maar op de bus te plakken. Op de bus te plakken. Oh, nou ja. Beetje recht. Ja, duim omhoog hè. Helemaal goed mannen. Op.